Ik ben Mirjam. Ik ben Putri. En ben jij ook geïnteresseerd waarom studenten voor ONM hebben gekozen? Dat gaan we vandaag voor jullie uitzoeken. Kom maar mee. Waarom heb jij voor FN gekozen? Wel, ik heb voor FN gekozen omdat ik graag event zou willen zijn. Hoe gaat het nu? Wel, tot nu toe is goed. Ik zie me wel later om mijn eigen bedrijf. Ja. Ik heb in het eerste jaar in de school gegeven van als taal niet meer ding. Toen ben ik gaan praten in Nederland en kaartjes mogen leggen. En dan is event eruit gekomen. En hoe bevalt het tot nu toe? Echt heel goed. Veel beter dan mijn vorige richting. Ik doe het ook heel graag. Ja. Dat is heel mooi om te horen. Dankjewel. Ik heb voor de event gekozen omdat ik voor marketing heb gedaan. En ik vond dat het een hele combinatie was. Samen met marketing om de events te combineren met de merken. En de strijd. Heel dynamisch. We mogen heel veel deals praktisch dus organiseren. En hier leren we ook heel veel deals. Oké, heel erg bedankt. Dankjewel. Ik heb voor HR gekozen. Omdat ik graag met samenwerk met mensen en ja, ik help graag mensen. Mooi antwoord. Ik ben geïnteresseerd in administratieve zaken, maar ik wou ook in contact blijven met anderen en daarom heb ik voor HR gekozen. Ja, dank je. Voor HR gekozen omdat het veel data heeft en ik dat graag. En ook omdat het met mensen helpt en gewoon veel met mensen doet en dat ik ook graag wil mensen helpen. Dat is iets dat ik graag in de toekomst wil doen. Waarom hebben jullie gekozen voor IRM? Omdat dat echt bij onze interesses ligt en we zouden graag zoveel mogelijk willen reizen, zeker met onze latere job. En verschillende culturen interesseren ons ook en cultuurverschillen en hoe dat daarmee omgaat. En ja, dat zou gewoon een garantie zijn voor later. En jij nog iets toe te voegen? Ja, het is exact een heel brede opleiding. Ze zoeken echt nog heel veel wegen uit. En dat wou ik ook sowieso. En het is een goede eerste stap voor het internationale bedrijfsleven. Wat wij allemaal wel willen, denk ik. Dus daarom. Dankjewel. Ik wou mij heel graag verdiepen in verschillende vreemde talen. Dus Frans en Engels, dat vond ik al een beetje. En als nieuwe vreemde talen heb ik dan optie thuis gekozen. Er zijn ook veel mogelijkheden om naar het buitenland te gaan en daar kan ik mij dan ook verdiepen in andere cultuur en zoveel bij leren. En ja, daarom eigenlijk. Bedankt. Graag gedaan. Ik heb gekozen voor IRM omdat ik iets moet talen voor het verder studeren en ook omdat ik iets interessants wil doen en business ja, daarom heb ik international relations management gekozen ook om mijn communicatie te verbeteren. Ah ja. Oké, dankjewel. Dat was onze video. Hopelijk dat jullie het leuk vonden. Like, subscribe en deel met je vrienden. Doei doei!